Het mooie van windenergie is dat het geen CO2-gas uitstoot en dus een hele duurzame bron is. Daarbij is het een onuitputtelijke bron. Wind gaat namelijk nooit op. Een voordeel is ook dat het een land energie onafhankelijker maakt. Als je meer windenergie tot je beschikking hebt, dan heb je bijvoorbeeld minder kolen of gas uit het buitenland nodig. Windenergie staat daarom wereldwijd sterk in de belangstelling. China is bijvoorbeeld enorm in opkomst en was in 2009 goed voor 1/3 van alle nieuwe windmolens op aarde. En in de Verenigde Staten groeide de markt dat jaar met bijna 10 gigawatt nieuwe capaciteit naar 36 gigawatt totaal. Die groei is het equivalent van 2 extra kerncentrales. Bij elkaar opgeteld staan er nu in de hele wereld ongeveer 150.000 windmolens. Dat klinkt als veel, maar op dit moment levert windenergie in de landen die windmolens hebben gemiddeld slechts 2,5% van de elektriciteit. Als je de landen zonder windmolens zou meetellen, dan zou dit percentage nog veel lager liggen. In Nederland doen we het gelukkig iets beter dan het gemiddelde. Zo'n 4,8% van de elektriciteit komt hier van windenergie, van windmolens. Maar wij zijn niets, maar ook niets in vergelijking met de Denen. In Denemarken komt 19% van de geleverde elektriciteit van windmolens. Dus dat is een goed voorbeeldland om te kijken of het nou echt goed werkt. Want je kunt het je afvragen. Werkt dat wel echt? Een land volzetten met windmolens. Een land zal nooit voor de volle 100% op windenergie kunnen draaien. Als er geen wind is, dan draait de windturbine niet, levert die geen capaciteit. Dan is het van belang dat de andere opwekkingsmogelijkheden goed met elkaar communiceren. Met andere woorden, een kolencentrale moet snel genoeg kunnen bijschakelen om dat verlies aan capaciteit op te kunnen vangen. Bijvoorbeeld in de morgen, als iedereen wakker wordt, moet zijn lampje aan, koffiezetapparaat gaat aan, is de behoefte aan veel energie. Stel je maar eens voor, sta je 's ochtends op, doet je koffiezetapparaat het niet omdat er geen wind staat. Dan heb je heel wat chagrijnige Hollanders op de weg richting werk. Ook al omdat de stoplichten niet werken en het daardoor overal muurvast staat. In het geval er te veel wind staat en er dus veel windenergie wordt geproduceerd, kan dat een probleem geven in landen waar veel windturbines geïnstalleerd staan, bijvoorbeeld in Denemarken. Op het moment dat er te veel energie op het net is, dan is het op dit moment zo dat de windparken moeten afschakelen omdat de andere centrales niet snel genoeg capaciteit kunnen reduceren. Oftewel, bij te weinig wind heb je andere centrales nodig omdat je anders geen stroom hebt. En bij te harde wind moet je die andere centrales blijven gebruiken. Zelfs al kun je die op basis van weersvoorspellingen een tandje lager zetten. Over het algemeen kun je dus stellen dat windenergie heel wat potentie heeft, maar het kan niet op zichzelf voor al onze energie zorgen. Daarvoor is het een te onzekere bron waar we lang niet altijd op kunnen rekenen. Daarbij komt dat windenergie wellicht duurzaam is, maar vooral op dit moment ook nog tamelijk duur. De elektriciteit die wordt geproduceerd door windmolens is nu nog duurder dan de elektriciteit uit fossiele centrales. En om het interessant te houden voor investeerders, geeft de overheid veel subsidies voor de aanleg van windparken. Zonder deze overheidssteun zouden windmolens namelijk niet of nauwelijks winstgevend zijn en zouden ze ook niet gebouwd worden. Daarvoor zou eerst de prijs van concurrerende energiebronnen zoals kolen en gas omhoog moeten gaan. Naast wind hebben we natuurlijk ook nog zonne-energie. Zonne-energie spreekt tot de verbeelding. Al was het maar door het feit dat de zon per uur voldoende energie naar de aarde straalt om de gehele wereldbevolking een jaar lang van energie te voorzien. Iedere dag weer. De zon heeft een oneindige capaciteit. En stel dat de zon op een dag vergaat. Tja, dan hebben we wel wat anders aan ons hoofd. Een jaar lang energie door 1 uur zon, dat is natuurlijk ongelooflijk. Maar als de zon ondergaat, dan hebben we onze elektriciteit nodig voor verlichting. En dat kan de zon ons dan niet geven. Het is een beetje als met windenergie. Het is er gewoon niet altijd als je het echt nodig hebt. En het is heel moeilijk om het in grote getalen op te slaan.
Desondanks hebben onze oostenburen, de Duitsers, groots ingezet op zonne-energie. Ze zijn dan ook koploper wereldwijd. Duitsland produceerde in 2007 46% van het wereldtotaal aan zonne-energie. Dat klinkt als veel, maar was slechts 0,3% van de totale Duitse elektriciteitsproductie. Dus echt veel levert het nog niet op. Helemaal als we naar het wereldpercentage kijken. Deze is nu nog verwaarloosbaar klein, 0,00 iets. Dat komt voornamelijk doordat zonne-energie nog een relatief jonge technologie is en daardoor de duurste conversietechnologie kent van alle energiebronnen. In Nederland bijvoorbeeld is zonne-energie 4 keer duurder dan normale conventionele fossiele brandstof. Daarom wordt hier vooral geïnvesteerd in windenergie. Maar het goede nieuws is wel dat de technologische ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie veel sneller gaan dan op het gebied van andere duurzame energie. En er is dan ook de hoop dat in de toekomst de kosten omlaag kunnen en de opbrengst omhoog. En dan pas wordt zonne-energie echt een investering die het waard is. Let wel, dat geldt voor groot verbruik van energieleveranciers. Voor ons de consument, de particulier, is het al lang rendabel. Binnen 15 jaar heb je je investering er weer uit. En daarom zie je in Nederland honderden bedrijfjes die zich richten op zonne-energie. Ook auto's kunnen tegenwoordig op zonne-energie rijden. Het is nog wel heel experimenteel, dus ze zijn nog niet te koop. Maar wie weet, zeg nooit nooit. Met de huidige ontwikkelingen kunnen deze in een land als Australië al duizenden kilometers afleggen zonder te hoeven tanken. Goed om niet te vergeten is dat de energiemix per land zal verschillen. In Nederland zijn windmolens rendabeler dan zonne-energie. Daarom zal dit een groter deel van onze energiemix uit gaan maken. In Spanje zal zonne-energie meer voor zijn rekening nemen. Zonne-energie kost daar nu bijvoorbeeld maar 100 euro per megawattuur. De helft van wat het hier in Nederland kost. Maar beide energiesoorten zijn veel duurder dan de productie van stroom in een steenkolen of een aardgascentraal. En als de prijs van die fossiele brandstof omhoog gaat en de kosten voor het produceren van zonne- en windenergie omlaag, dan maken die laatste twee genoemde een behoorlijke kans. En men denkt dat het keerpunt zo rond 2030 zal zijn. Maar vergeet niet dat het voor die brandstoffen vreselijk moeilijk is om op zichzelf staande te blijven. Simpelweg omdat de zon en de wind er niet altijd zijn wanneer wij ze nodig hebben.